Oké, jongens, ik heb een challenge voor jullie. Ja. Oh, een challenge! Challenge! Oké, we gaan eigenlijk een cirkel maken. Wie het langst in die cirkel blijft, wint... 50 cent. Bijna. 1 euro. Bijna. 1,50. Bijna. 2 euro. Keer 250! 500 euro krijgt die winnaar. Dus, hey, hoe lang ben jij bereid om in de cirkel te blijven voor 500 euro, denk je? Nou, een minuut of 4, denk ik. Dat is niet heel lang. Keer 100! 400 minuten. Makkelijk. Hoeveel uur is dat? Nou, 400 minuten. Zo'n plus minus 7 uur. Oh, ja. Dat moet wel lukken. Heb je snel gerekend, jongen? Ja. Lekker bezig. En hoeveel uur denk dat jij erin gaat dan? Ik blijf er gewoon in totdat ik heb gewonnen, man. Ik ga gewoon een week in die fucking cirkel staan als het moet. Maar ik krijg geen eten. Boeien mij geen flikken, dan eet ik rooi toch op. Goed punt. Oké, als allereerste moeten wij even een cirkel gaan maken. We hebben, als het goed is, ergens duct tape. Ja, shit, waar is het nou gebleven? Ik had duct tape gepakt. En wij hebben er mee gegooid, man. Kiel! Ren! Jullie hebben de duct tape gewoon weggehaald zodat ik geen cirkel ja, kan maken. Ja, denk dat we het mol hebben? Nee, want dan. Ik ga de duct tape even zoeken. Waar is de duct tape nou? Waar is de duct tape? Kom op, jongens. Ja. Ja. Ik zit al aan mijn zak te voelen net als dat het bij hem was. Wie found it? Ah, nee, Roy found it, sorry. Alle kennis naar jou. Dank u. De duct tape. Oké, als Giel me even kan filmen, want ik ga dus een cirkel maken. En nu kan ik aardig zijn. Ik kan echt een super groot cirkel maken of een super kleine. Maar ik ben wel aardig. Ik ga wel wat grotere cirkel dan jullie denken waarschijnlijk. Oké. Waarschijnlijk wordt het meer trouwens een 5-hoek, 6-hoek, iets-achtig. Want een cirkel is een beetje lastig met alleen tape. Oké, Mick, het eerste stukje. Oké, we gaan hier beginnen. Hoppa. Kijk, nu denk ik, wow. Dit is wel heel klein. Ja, dit wordt echt maar dit is een hoekje. Dit is een hoekje. Dit is een hoekje. Hoppa. Kijk. Zo, dat wordt een wat groter hoekje. Dan gun ik je toch wel wat meters weer, hè? Meters. Dan gun ik je toch wel weer een meter, hè? Oké, daar gaan we. Mick, ja. Doe er alles nog zo heen. Ja, inderdaad. Doe er nog maar een paar. Ja, dat is iets te lang trouwens. Denk je? Ik heb er nog één. Zo, daar gaan we dan. Hoppa. Boom. Kijk. Dan hebben we het begin. Het begin. Oké. Oké! Oh, fuck, nee! Wat heb je gedaan? Nee, maar dit is geen mooie cirkel. Kijk dan, man. Wat doe je? We hebben tape opgefukt. Jezus. Hey, hij doet nog. Oh, shit. What the fuck? Wat was de kans? Ongeveer 34%. Zo rekent weer, hoor. Ja, ongeveer 7 uur, hè? Ja, maar kan ik zeggen. Hoppakee, 3, 2, 1. Bam! Oké. Oh, Roy, ik moet me helpen. Wie langs in het vierkant blijft, wint 500 euro. Vierkant? Ja, het is meer een vierkant aardig geworden. Maar, I like it. Ik zei dat het ook een zeshoek zou worden. Oh, oké. Oké, dan ben ik gewoon niet aan het opletten. Hoe Mr. Beast het ook deed. Bap, bap. Oh, kijk, Roy die kan niet rekenen. Mooi man. Zo, en dan gaan we hierheen. Nou, ik heb eigenlijk al precies een mooie hoekje gemaakt. Ja, we hebben er nog eentje nodig. Altijd genoeg. Zo, hoppakee, hier, kijk. En dan moeten we dit nog een soort van aan elkaar aansluiten. Gaat Roy ook nog gewoon mee helpen. Met zijn eigen cirkel, waar dat hij uiteindelijk niet lang genoeg in kan staan, omdat ik hem own in deze game aan neef. Ja, dit is echt heel... Ja, dit is dan wel weer, zeg maar, je kunt wel zien wat Roy gedaan heeft. Wat heb ik gedaan? Mick heeft die gedaan. Mooie cirkel, Mick. Ik sta er wel in. Je hoeft hem nog niet in te staan. Kijk, weet je wat je nu nog mag doen? Nu? Mogen jullie nog alles doen? Ja, je mag bijvoorbeeld gaan computeren. Maar ik zou, als ik jullie was, zou ik gewoon even wat drinken pakken. Want dan mag je dat nu, ja. Ik heb geen drinken nodig. Ik heb één verrassing. Jullie mogen allemaal één item meenemen in de cirkel. Dus je kan kiezen voor drinken. Dan kan je er uiteindelijk wel langer in blijven. Maar je kan ook kiezen voor je mobiel. Of voor een laptop. Bijvoorbeeld. Hé, dan kan ik gewoon een video editen van jou terwijl ik in de cirkel zit. Dat zou je kunnen doen. Ik kan dat gewoon doen. Wat? Maar Roy, wat ga jij meenemen in de cirkel? Nou, ik ga mijn kleren lekker aan. Dat ga ik doen. Nee, kleren mag je sowieso aan. Nou, dat dan neem ik mijn mobiel mee. Geen drinken? Ik moet zeggen, ik heb best wel dorst, maar nee. Oké. Okay. Ik ga nog eerlijk dood. Je merkt zeggen. Eigenlijk wel dat deze generatie dus liever een mobiel heeft dan drinken of eten. Om te overleven. En wat neem jij mee? Ja, ik neem natuurlijk gewoon even lekker mijn laptop mee. Ook geen drinken? Nee, ook geen drinken. Fuck drinken. Oh mijn god, oké. Dan zullen we eens weer eens even kijken wie hier de slimste is, hè? Kijk, hoeveel zit jouw laptop nog? Zeven. Die is wel 1/4 al leeg. Mijn telefoon heeft nog ook 1/4 leeg. Hey, wie is hier nou de slimste, Roy? Nou, hoe lang gaat jouw laptop mee? Nou, 6 dagen. Jammer, mijne 2 jaar. Zo hé. Oké, weet je wat we gaan doen? We gaan de cirkel in. Ik ga jullie gewoon allebei nu vragen om de cirkel in te gaan. En als Giel nu erin... Ja, het is officieel begonnen. Je mag gaan zitten, je mag alles... Mag je zitten? Lekkere vloerverwarming hier trouwens. Ja, voor mij mag je zitten. Nee, dan blijf ik wel 35 jaar in. Ik mag gewoon slapen. Het is gewoon wie het langst in de cirkel blijft, Roy. Je mag zitten, staan, je mag alles doen. Ik ga extra veel... plek van de cirkel. Maar je mag dus ook niet opnemen. Eén dingetje aanraken buiten de cirkel. Nee, als jij... Jouw schoenen zou ik wel... Nou, trouwens... Ja, je schoenen waren op de lijn, hè. Je moet even je hoofd... Op de lijn kan toch nog? Op de lijn kan toch nog? Waarom ligt de lijn er? Ja, zeker mag dat. Maar ik zou wel oppassen. Waarschijnlijk ligt het ook helemaal niet chill hier net lag, maar... Je kon ook gewoon een stoel meenemen of zo, hè. Pak.
Op een kussen. Holy shit, als je een stoel kiest, gast. Dat is koude Rick. Nog een ruim. Nee. Oei, oei, oei. Hoi, mij niks. Weet je wat ik aan het doen ben? Ik ben gewoon even lekker een video aan het renderen. En anders zou daar mijn laptop uitgevallen zijn. En dan had ik het niet kunnen wat doen. Dus nou? Ik heb echt slim. Ik geef je nu een waarschuwing. Ja, wat doe je? Je ging met je hand buiten de cirkel, vriend. Ik geef je echt een waarschuwing. Hé, hey, jongens. Nee, Roy, even rustig. Hè. Nee, je klopt. Roy, even rustig. Okay, dan mag Roy ook even één keer buiten. Mag één keer uit de cirkel. Oké, dan ga ik even goed zitten. Oh shit, man. Ik had het echt niet door. Dat is echt lastig nog eigenlijk. Ja. Ja, ja. Zou ik even kijken of dat ik nog via WhatsApp web kan? Want dat betekent dus dat ik gewoon eigenlijk net zoveel kan met mijn computer. Hey, ik wil niet heel veel in doen, maar... Weet je wel, ja, jullie gaan wel lekker praten of zo. Ik ga de camera gewoon even op een statief zetten. En dan ik denk dat ze nog wel even hier zitten, want ze zitten volgens mij aardig chill. Misschien moet ik al wat dingen gaan verzinnen, zodat ze wat sneller eruit gaan, want... Ja, ik heb geen zin om 10 uur naar mensen te staren in een cirkel, als ik heel eerlijk ben. Wij komen allemaal een beetje leuk doen in zijn video en dan krijg je allemaal van dit soort praktijken. Ik krijg fucking 500 euro met je leuk doen. Ja, dat klopt. Kunnen we even koest, van mijn gooien hier zo. Ja, maar nou zit hij allemaal op WhatsApp en ik kan weer zijn berichtjes kijken. Oh nee, ga weg. Snel zijn. Hij mag niet. Privé. Wat ga je zitten aan mijn privé? Oké, we zijn ondertussen een uurtje verder. Roy is even lekker gaan staan of zo. Ik weet niet wat hij is lekker aan het strekken. En Giel zit nog steeds op de grond zoals net. Ja, Giel is waarschijnlijk weer bezig met een video edit of iets in die richting wat hij altijd doet. Ik ben gewoon productief bezig voor jou, Mick. Hey, kerel, wat doe je? Oh, dat mag niet. Oh. Ik viel bijna uit die cirkel. Dat is jouw probleem, niet mij. Nee, want dan had jij het gedaan. En dan hadden we 50-50 moeten doen. We kunnen gewoon 50-50 doen trouwens. Oh, maar dat doen we niet. Oh shit. En hoezo kan dat? Heeft Mick gezegd dat kan. Kan dat, Mick? Je zou kunnen zeggen, we doen 50-50. 14, maar dan moet één iemand winnen en dan moet je die ander vertrouwen dat hij daadwerkelijk de helft geeft. Oh, ik heb nooit op vertrouwen. Hoezo niet? Hij kan mij wel vertrouwen, maar ik heb niet. Lekker weer. Maar Roy, waar ga jij, als je wint, waar ga je het geld aan uitgeven? Waar ga je het aan uitgeven? Nou, ik heb al een tijdje een beetje een nieuwe computer nodig. En ik ben ervoor nog aan het sparen op het moment, dus dat zou goed helpen, ja. Oké, en Giel? Waar ik het aan ga uitgeven? Ik heb geen idee, man. Drank, drugs. Ja, drank. Ik ga heel veel drank halen en dan ga ik een dikke feestje bouwen bij mij thuis. Ben je oud genoeg, Giel? Ja, ik ben al 18 jaar. Wil je ook op mijn feestje komen? Ja. Oké, leuk man. Moet je wel winnen? Ik geef je een box. Moet je wel winnen, anders is er geen feestje. Au! Hij deed me pijn. Nee, je dat ook bij mij niet doen. Jij krijgt nu 499 euro in plaats van 500 omdat je hem pijn deed. Nee, maar hij deed mij ook pijn. Dit is niet... Nee, het staat op camera. Heb jij geholpen met de cirkel? Wie is er nu aan het editen voor jou? Zou ik hem even wegklikken? Ben je het edit voor mij? Ja. Oh. Nou, Mick, ik wil ook best wel editen. Maar jij weet niet eens hoe dat computer werkt. Oké, jongens, in ieder geval, jullie gaan maar lekker discussiëren of zo. Ik heb iets leuks bedacht. Eén iemand kan drinken winnen. Ik heb hier een Fantaatje. Ja, open, dat is vies. Ja, weet ik heb een slokje genomen. Ik neem een vignet. Dus jij hoeft niet. Nou, dan heb je automatisch gewonnen. Ja, weet je, ik ga dit toch winnen. Nee. Ik ga dit winnen zonder je er iets voor te doen. Dus je bent gewoon een poesie. Ik ben ook niks voor aan het doen. Nee, ik ben gewoon aan het drinken. Nee. That's not how it works. Ik wens jullie weer succes. Ik ga weer lekker achter de computer hier. En dan zeg ik doei. Succes. Niet uit de cirkel, hè? Niet doen, hè? Dus krijg je helemaal niks. Nu hij 499 euro krijgt, mag ik dan 501 krijgen? Tuurlijk. Dankjewel. Nee. Dit is dus wat gebeurt als je Giel en Roy 2 uur lang in een cirkel zet. Gaan ze Lil Pump luisteren ofzo. Is er iemand die al iets van opgeven in zich heeft? Hey Giel, we gaan Mick even hier. Mijn slokje? Nee, gaf. Mag ook niet. Psych! Oh, wil jij de verfrissen? Ja? Wat zei Mick? Is er iemand die al denkt van ik ga opgeven? Nee, ik zit hier nog een week. Zijn 7 uur zijn al bijna om. Ja, maar volgens mij heb ik het net veranderd in ongeveer 54 jaar. Oh, dus. Hey, leuk. Mijn video is af trouwens, Mick. Geweldig. Oké, jongens, normaal ben ik degene die dit... Wat doet hij nou weer? Sorry. Stop nou eens! Normaal ben ik zeg maar altijd degene die iets van... die altijd meedoet. Maar dit is toch wel saaier dan ik dacht. Mick, hij loog. Hij zei dat hij jouw video klaar had. Dat is jouw video niet eens. Psych! Ik hoopte gewoon drinken te krijgen. Ja, krijg je niet. Ah, shit! Dus ja, ik zit hier een beetje achter de computer een beetje te kijken naar 2 gasten die in de cirkel zitten. En het is niet heel leuk. Maar hey! Ik zal heel veel na te denken over wat ik kan doen met ze. Maar wat kan je nou met 2 gasten doen in een cirkel? Laat het weten in de reacties. Oh nee, dan zijn jullie al te laat. Nee, ja, je kan heel veel dingen doen met 2 gasten in een cirkel, maar niet dingen die ik wil doen met 2 gasten in een cirkel. Hey, weet je wat het is, jongens? Ik ga gewoon. Doei. Ik ga die camera zet ik hier neer. Waagt uit die cirkel te gaan. Dan zien we het allemaal. Hahaha. Ha, ha.
Roy zit lekker Foonie aan te spelen. Echt waar? En Giel die... Huh? Ja, ik vind het wel een beetje hard zitten, zeg maar. Ik vind het niet verkeerd. Ik kan nog wel even door. Ja, dat zie ik. Ik heb echt trauma's aan die sauna video trouwens. Dat is echt normaal. Ja, ik heb gewonnen. Ja, die jij hebt gewonnen. Hey. Zo, wat ga je lekker of niet? Ja, maar zo. Super slicer. Zeker. Zo. Maar ja, lekker, jullie zitten nu ongeveer, wat zou het zijn? Drie uur in de cirkel. Kijk, cirkel, ja, het is meer een vijfhoek of zeshoek. Ik moet zeggen, ik begin wel een beetje last van mijn rug te krijgen. Ja, ik heb dus echt tal te veel last van mijn kont gewoon. Maar ja, het gaat wel om 500 euro. Ja, dat zal wel. Maar weet je, Roy die wil gewoon een mooie computer kopen. En dat gun ik je van harte, jongen. Want kijk, ik heb daar een hele mooie computer staan. Mick heeft een hele mooie computer. En ik heb zelfs nog een laptop erbij. Ik heb eigenlijk, ik zei het net ook al, ik heb geen idee wat ik ervan wil kopen. Ja, drank. Ik ben echt helemaal klaar geweest. Hé, van mij mag je. Nou, ik kan er even door als het moet. Maar ik ben er inderdaad nog een beetje klaar mee. Maar ik ga eigenlijk wel een paar een goed uur. Nou, Giel, je mag. Als jij eruit wil, moet je eruit. Als je zegt van nee, dat wil ik niet. Oh god. Ja, het is officieel game over. Oi, oi, oi. Van dit, jongens. In 3 uur heb je gewoon 500 euro verdiend. Hé, dat is goed bijbij. Zo makkelijk had je het waarschijnlijk niet verwacht. Kun je je PC nou kopen of niet? Nou, ik kom wel goed dicht in de buurt, ja. Ik kom wel. Maar hij komt wel heel dichtbij. Nou, gefeliciteerd, Roy. Je mag ook uit de cirkel. Of ja, als jij het lekker daar vindt, dan mag je blijven. Die baal ik wel een beetje, hoor. Ja, dat is begrijpelijk. De tweede keer dat ik al faal. Ja, je faalt altijd. Ja, weet je wat het mooie is? Door die sauna video te winnen, voor mij gewoon deze video in principe gratis. Als ik het... Het is bijna nooit gratis. Nee, oké, maar als ik het op Zoom importeer, dan voelt het minder pijnlijk. Zeker ook zo. Nou, in ieder geval, Roy krijgt 500 euro naar zijn bankrekening gewoon overgemaakt. Yes. Want ik heb het niet cash. Normaal heb ik altijd cash gewoon, maar deze keer niet. En Giel krijgt helemaal niks. Giel krijgt een kontransplantatie. Oh, ja. Die krijg je geloven mij. Ik ga ook gelijk op deze bank liggen. Ik ben echt... Wat is een kontransplantatie? Nou, in ieder geval ook dat je genoten van deze video. Als je dit soort dingen vaak wil zien, doe even je duim omhoog. Check ook even Giel zijn kanaal. En volg Roy even op Instagram als je dat wil doen. Hij post nooit iets, maar boeien. En Giel wel, denk ik. Soms, ja. Alleen op YouTube. Alleen op YouTube. En ja, Roy krijgt dus 500 euro. Krijgt hij een computer. Misschien gaat hij dan ooit nog YouTube doen. Je weet het maar nooit, hè. En ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En zoals altijd zeg ik dan, Mick out.